gaat genieten. Denkt u ook dat er een kat vermoord wordt als uw kind zijn stemmetje opentrekt? Neem dan Barst Zangkorrels. Daarmee krijgt uw kind een zangstem als een nachtegaal. Nu in de winkel. Met Barst Zangkorrels wordt uw kind de ster van ieder kerstkoor. Fijne kerst! Ik ben zeer blij dat jij er bent. Ik voel zeer goede energie bij jou. Prachtig. Ach, meisje, meisje, wat een voorbarigheid. Wat een kunstwerkje. Maar het is heel conservatief, hè. Wij gaan vandaag de creativiteit laten spreken, meisje. Ja? Goed, beste cursisten, als ik even de aandacht mag van iedereen. De cursus gaat beginnen. Wij gaan beginnen met het verfraaien van ons huis met een kerstelementje, een kerstbakje zogezegd. Mijn naam is Floris de Fauna en ik ga jullie begeleiden in deze tocht. En wij gaan daarbij de creativiteit laten stromen en afrekenen met alle conventionaliteiten. Ja, dan is er nu een heel belangrijk moment aangebroken en dat is de takjes. Jullie krijgen allemaal takjes van mij. Oh, daar gaat er al één. Zo, takjes voor u, takjes voor u. Takjes zijn voor iedereen. Takjes, iedereen is gelijk. Lieve meneer, dat gaat toch veel te snel. Ik voel zo weinig gevoel bij u. Het is zo conventioneel. Laat het los. Laat het stromen. Doe daar uw ding. Even kijken wat uw compagnon ervan gemaakt heeft. Het ziet er prachtig uit, meneer, maar het is zo weinig vernieuwend. Het is zo weinig vernieuwend. Het is allemaal zo traditioneel. Kies voor de vrijheid, meneer. Hier is uw bakje. Kijk, dat is een ongewone keuze. Dat willen wij zien. Wij willen iets van u zien. Dit bent u. Wees de dennenappel. Wat vindt u van mijn bakje? Oh, daar zitten originele details in. Kijk, dit is heel leuk. Maar dit, nee. Het gaat erom dat u een mini-wereldje creëert. Plaats haar in het midden. Maak haar de prinses van uw kerstbakje. Meneer, wat doet u nou met het popje? Dat popje past niet bij u. Dit, nee. Zeg, waar is het popje nou? Oh, waar gaat het popje heen?
Zeg, maar nou is het weer bij u. Kijk, bij u hoort het. Want bij u is het muisje thuis. Meneer Floris Fauna, wat vind je van mijn kerstbakje? Floris de Fauna, graag. Oh. Oh, kijk, ik krijg hier allemaal beelden van door. Kijk, dit bent u. Ik voel u door het kerstbakje. Zeer goed gedaan, meneer. Zeer goed. Ik ben wel blij met het resultaat. Ach, wat enig. Mevrouw Tuit heeft een hoedje opgezet. Maar nee. Het is veel te traditioneel, meneer. Laat het niet los. Zo weinig symboliek in uw bakje. Uw bakje is een nieuwe blik op de wereld. Beste mensen, ik als Floris de Fauna kan zeggen, dit is het helemaal. Weg met de confessionele bakjes. Haal het leeg. Dus begin opnieuw. Dit is het neusje van de zalm. Beste cursisten, de cursus is bijna ten einde en dat betekent dat ik mijn oordeel zal gaan geven over jullie creativiteit. Ach, wat zie ik, de prinses is verhuisd. Een originele keuze, maar u heeft het leven uit het bakje gegrepen. Het is een 2. Ach, kijk, de Barbie is hier aanbeland. Wat een prachtige, onconventionele keuze. Ik ben diep onder de indruk, meneer. U heeft voor mij een 9. Ja, een 9. Wat vindt u van mijn bakje? Nou, hier wint het brilletje duidelijk de prijs. Jouw bakje is een nieuwe blik op mijn wereld. Dank je wel dat je dit met ons zou willen delen. Een 8 voor jou. En dan zijn we bij het prijsbeest van vandaag. Jij hebt je mini-wereldje niet weten te creëren. En dat neusje dat past ook totaal niet. Meisje, stelt me diep teleur, een 3 voor jou. Beste mensen, hierbij zijn we dan aan het einde gekomen van de cursus kerstbakjes maken. Ik hoop dat ik creativiteit in jullie heb kunnen losmaken. En ik denk dat we hebben afgerekend met een conventionele kerst. Ik zeg, fijne kerst voor iedereen. Amen. Beste cursisten, neem het bakje lekker mee. Zet het gezellig op de schouw. Ik zou het u niet aanraden. En dan zeg ik wel thuis allemaal. Oh. Je mag mijn kerstbakje wel hebben. Wat is er hier allemaal gebeurd? Oh, wat een creatief eindproduct. Als iets de kerstgedachte weerspiegelt, is het dit. Er gaat een wereld voor u open bij Floris de Fauna. Zeg Irene, jij bent specialiste op het gebied van kerstmannen. Dat klopt. En hoe krijgen we tevreden kinderen? Met de juiste kerstman. En kun jij mij zeggen, waar moet een goede kerstman dan aan voldoen? Een goede kerstman moet een multitalent zijn en moet een gevarieerd uiterlijk hebben. Bijvoorbeeld een pluizige baard of een sluike baard. Net als dat haar van mij. Een vrolijke snor of helemaal geen snor. Een rode puntmuts of een petje. Hoeveel varianten zijn er dan wel niet? Minimaal 100. En jullie leveren de kerstmannen? Minimaal. Ja, wij leveren ze uit het assortiment van Barst. Daar hebben we zeer goede ervaringen mee. Maar het gaat met kerst toch niet alleen om de kerstman? Oh nee, de cadeautjes zijn ook heel belangrijk. Maar daar kunnen we nog niks over zeggen. Het moet nog een verrassing blijven. Kunnen we de kerstmannen ook uitproberen misschien? Zeker, dan moeten ze naar de website gaan. Daar kun je je wensen invullen en dan krijg je van ons een kerstmanadvies. Je mag de kerstman voor een maand gratis uitproberen. Dankjewel Irene voor dit fantastische advies. Een goede kerstman moet een multitalent zijn. Verlangt uw kind ook al naar de kerstman? Huur dan nu uw kerstman bij theatergroep Barst. We hebben ze voor u in alle soorten en maten.
Wilt u een gezellige dikke kerstman? Een domme kerstman? Een schattige kerstman? Een onechte kerstman? Een jonge kerstman? Een moderne kerstman? Of gewoon een traditionele kerstman? Bel dan nu, slechts 10 euro per minuut. Huur een kerstman bij Barst. Met een kerstman van Barst is het altijd gezellig. Met een kerstman van Barst is succes verzekerd. Een kerstman van Barst maakt uw kerst onvergetelijk. De kerstmannen van Barst kwamen als beste uit de test van de Consumentenbond. Kerstmannen van Barst zijn uniek in Nederland. Boek nu snel. Zie al deze gelukkige kinderen. Met een kerstman van Barst wordt uw kerstavond een groot succes. Zijn uw kinderen niet de makkelijkste? Onze kerstmannen kunnen tegen een stootje. Bel nu snel. 01-25-12-20-20. Een gratis pluizige kerstbaard voor de snelle beller. Wilt u ook zo'n gezellig tafereel bij u thuis? Onze kerstmannen staan voor u klaar. De 13-jarige jongen maakt het mooiste kerstbakje. Familie Fluffjes trots op dochtertje Lieselotje. Jongen vindt muts van de kerstman. Inbrekers weer actief op klaarlichte dag. En verkeerde kerstman wordt meisje fataal. Goedenavond, dames en heren. Hier volgt het nieuws. Een 13-jarige jongen uit het Overijsselse Hengelo heeft de jaarlijkse kerstbakken award gewonnen in een bloedzonnewedstrijd met maar liefst 20.000 deelnemers. Schakel nu snel over naar Anne Eikhoff te Hengelo. Beste kijkers, welkom in het huis van Jon de Faun. Jon de Faun heeft de prijs gewonnen van het beste kerstpakje 2020. We zijn benieuwd hoe hij de prijs heeft gewonnen. Ik heb echt superveel details gebruikt. Hier, zeg maar alles. En zeg maar, ik heb alles proberen samen te voegen. En zo ben ik dus de winnaar van de kerstpakjeswedstrijd. Hoe komt u aan deze inspiratie? Het kwam van diep. En alles heb ik geleerd van Floris de Faun. Bent u nu een echte Fauna-fan? Vind ik wel. Heeft u nog contact met meneer Fauna? Helaas niet. Zou ik een bakje even van dichtbij mogen bekijken? Natuurlijk. Mooi. Oh, wat een detail. U hebt mijn leven geruineerd. Wat heb je gedaan? Echt, uw bakje, uw leven. Oh. Ook bij de familie Fluffjes was het feest. Daar viel dochtertje Lieselotje eveneens in de prijzen. Floris, kom er maar in. Zo, en dan mag ik als Floris de Fauna ook een prijsje uitreiken vandaag. Jij kreeg van mij een speciaal door meegesteld boeketje. Van harte gefeliciteerd, meisje. Van harte verdiend, hè? En ook natuurlijk een applausje voor de liefhebbende ouders met alle mentale steun. Dat is ook zeer belangrijk voor jou, weet ik zeker. En waarom staan we hier, meisje? Kun je dat vertellen? Nou, ik heb de Oscar gewonnen met mijn rol als meisje met een zwavelstokje. Nou, verdiend hoor. Je lijkt me een geloofwaardig zwerfstertje, als ik dat zo mag zeggen. Wat was je rol ongeveer? Kun je vertellen? Wat was je tekst? Het was stilspel. Ik was een kerstboom. Soms ook beter als de kinderen zijn mandje even houden, nietwaar? Zullen de ouders kunnen beamen? Zeker. Maar ik had je graag willen stylen als kerstboompje, met een paar balletjes en slingertjes. Maar ja, het zag er vast beeldig uit, nietwaar? Ja. Van harte verdiend hoor, meisje. Dankjewel, vrouw, Mr. Flora. Verwar je mee nou met mijn broer, zeg meisje, 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 je stelt me diep teleur. Mijn broer is een zeer frappante gast, die is actief in een heel andere business dan ik. En ik ben hier weg. Hm.
Ik hoor zojuist in mijn oortje dat we het journaal even moeten onderbreken, want we gaan rechtstreeks naar Usselo. Alwaar een familie de prijs voor de mooiste kerstboom ter wereld heeft gewonnen. Dames en heren, ik sta hier bij een van de meest gelauwerde gezinnen van Nederland, want jullie hebben een prijs gewonnen. Zijn jullie zelf wel op de hoogte? Ja, natuurlijk. Het was een heel lang traject. Ze hebben meegedaan met hun kerstboom. Eerst werd hun kerstboom verkozen tot de beste van heel Nederland. Vervolgens werden ze de beste van Europa. En uiteindelijk is hun kerstboom door onze juryvoorzitter Floris de Fauna verkozen tot de beste, mooist gestaalde kerstboom van de hele wereld. Hoe voelen jullie je? Verdiend hoor, verdiend. Ja, snap ik natuurlijk ook. Kijk dan wat een prachtig praaltje het is. Ja, och, daar staat hij. Ja. Het prijsbeest. Ja, had u dat nog niet gezien? En wie is er verantwoordelijk voor dit waanzinnig originele design? Nou, ik heb het bedacht. Oh, wat een creatief kind. Ja, zit het in de genen? Ja, tuurlijk. Ik ben ook zo creatief. Ja, ik ook. En ik heb de piek erop gezet. En ik heb begrepen, jullie hebben gewerkt onder de creatieve supervisie van jullie zusje. Wat was jullie taak in dit hele proces? Nou, ik mocht niet meedoen, want ik had me broeite geslagen. Ach, huiselijk geweld. Ja, hoort er ook bij. Kap nou. Nou, ik denk dat we kunnen zeggen dat het een ongelofelijk familie is. Ja. Die ook ontzettend creatief is met tweeën. Die fantastisch creatieve samenwerking met z'n allen kunnen bewerkstelligen. Oh, wat is er gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? En nu weer verder met het volgende onderwerp. Een bijzondere vondst in Hengelo. Loek van Dam staat op locatie en heeft een gesprek met de eerlijke vinder. Loek, kom maar in. Beste kijkers, we staan hier naast Frits. En Frits heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Ik denk dat ik de muts van de kerstman heb gevonden. Hij lag hier. Dat is geweldig nieuws. U heeft gewoon de kerstmis gevonden. Ik denk dat ik een beloning krijg. Oh ja. Ja, misschien wel. Maar wat denk je dat de beloning is? Een gloednieuwe kerstboom. Oh, dat is mijn mixje! Ja, wat vindt u ervan? Het was toch niet van de kerstman. Inbrekers zijn weer actief in de omgeving van Haslo. En wel op klaarlichte dag. Zo verdween, als bij toverslag, de middeleeuwse kerststal uit de kamer van Peter en Roderick. Het gaat hier om een bijzonder collectors item. Herman, ben je daar? Dames en heren, we zijn hier vandaag in het huis van Peter en Roderick. Wat is er gebeurd? Ze hebben ons kerststalletje meegenomen. En wat is er van overgebleven van het kerststalletje? Alleen onze Jozef. Ja. Hier. En de rest is allemaal verdwenen? Allemaal. Ja. Poef, poef, poef. Alleen onze lieve, lieve, lieve Jozef. Jozef. Missen jullie nog iets? Is er nog meer iets gestolen uit jullie huis? Nee. Gelukkig heeft hij onze Jezus alleen gelaten. Onze Jezus. En wij, we blijven altijd bij elkaar. Ja. Je moet maar denken, er zijn ergere dingen die gestolen kunnen worden. Ja, ja. Maar onze kerststalletje. Ja. Ik hou ervan. Echt elk kerst. Ja. Ieder jaar is op samen. Ja. Altijd heel vroeg. Ja. En we echt er lang genieten. En we hebben alleen onze Jozef. Ja, gelukkig hebben we onze Jezus nog. Ja. Wat kijk je nou? Dat beeld, dat stond daar net toch nog? Ja. Maar hij is verdwenen. Nee! Jezus! Hier is geen redding meer mogelijk. We schakelen snel over naar de studio in Hilversum. Zoals bekend kwamen de kerstmannen van Barst als beste uit de test. Helaas zien we steeds meer fake kerstmannen die niet aan de strenge regels van Barst voldoen. Met fatale gevolgen. Loek, weer terug naar jou. Ja, we zijn live. We staan hier vandaag naast een droevig meisje. Ze heeft namelijk een verkeerde kerstman gekregen. Hoe voelt u zich? Heel slecht. Heeft u er trauma's aan overgehouden? Ja, heel erg. Helemaal overstuur. Maar van wie was dan die traumatiserende kerstman? Van het zesde theater van Storknus. Ja, maar dan snap ik het. Je hebt helemaal de verkeerde.
Je had die van Bars moeten nemen. Oh ja, ik wil de kerstman van Bars. Ja, ik wil die. Ik kom terug. Ik ben nog niet klaar. Van harte welkom. Ik zit hier met een van onze meest veelbelovende sterren, Donnie Noordkamp. Donnie, jij bent eerder bij ons in de studio geweest. Ja. Vol in coronatijd, tijdens het Basjournaal. Dat wel. Toen was je al heel lekker aan de weg aan het timmeren, namelijk met Kinky Boots. Ja. En dat was toen net afgelast. Ja. En je hebt een heel bizar moment uitgekozen om door te breken. Er kwam een heleboel meer daarna nog. Ja. En ook dat ging bijna allemaal niet door. Wat stond er allemaal op de planning? Nou, ik zou meedoen aan falsetto's. En kun je iets vertellen over jouw rol daarin? Ik speel de rol van Jason. En het is eigenlijk een Modern Family uit de jaren 80. En er gaat van alles mis. Ja. En wanneer zou die gaan spelen? Het zou gaan spelen, 28 november. Dus jij was al vol aan het repeteren? 28 oktober zelfs. Oh. Tot 18 november. We hadden de musical net klaar. Ja, maar was helemaal klaar. En toen, bam, uitgesteld naar? 19 mei. Dus mei gaan we ervan uit dat we dan weer wel mogen. Dat is één ding. Kinky Boots zou hervat worden. Is daar nog sprake van? Ja. Ja, nog steeds? Gewoon in juni door. In juni? Dat dan krijg je twee door elkaar. Bijna. Bijna. En dan is er nog iets. Namelijk het inspreken van Netflix-serie. Ja. Stemacteren. Heb je al wel eens gedaan hier bij het Nationaal? Al wat gekke stemmetjes gedaan. Maar nu werd het officieel. Een echte lange serie. Ja. Ik heb gelezen, je mag nog niet verklappen waar het over gaat. Nee. Kun je je rol tenminste vertellen? Een klein dik olifantje. Een softie. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want je staat in de Tubantia met een groot artikel. Ja. Ik kan het niet beter zeggen dan je het zelf hebt verwoord tijdens dit interview. Wat goed! Ja. Dat staat er zelfs in. Was het leuk, een interview? Ja, was wel heel leuk. En heb je veel reacties gekregen? Ja, ik heb ongeveer 300 appjes met allemaal Donnie, je staat in de krant, Donnie, ja dat. Dus daar word je nog druk aan, om dat allemaal te beantwoorden. Ja, ga je vanmiddag doen. Nou, ik denk dat we kunnen zeggen dat de roem terecht is. Donnie, ontzettend veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Zoals elk jaar maakt de familie Smulders zich klaar voor een bezoek aan de nachtmis. Eerst even een kleine warming-up om de keeltjes te smeren. De klok tikt door en de kleine Timothy is nog in geen velden of wegen te bekennen. Zijn we klaar voor de nachtmis, kinderen? Ja, ik ken ze alle liedjes van buiten, mama. Maar waar blijft Timothy? Ja, waar blijft Timothy? Ja, hij moet nu komen. We moeten echt naar de nachtmis. Ja, maar Timothy, waar is die dan toch? Hij is volgens mij toch op zijn kamer, mama. Timothy, komen! Ja, dat hoort hij niet. Ik roep hem wel. Timothy, komen! Je moet harder roepen. Timothy, komen! Nee, kan niet! Waarom niet? We moeten naar de nachtmis. Het kan echt niet! We zijn al te laat! Kom nou toch! Timothy, kom nou! We moeten echt weg! Nee, het kan echt niet! Ja, schiet nou toch eens op! Wat duurt dat in godsnaam nou toch lang? Je moet nu komen! Kan niet! Kan niet! Ja, kan wel! Kom nou toch eens een keer! De pastoor wacht al op ons! We zijn te laat! Kom nou eens! Komen! Komen! Het kan echt! Nu komen, anders krijg je straf! Oké. Oh nee, Timothy, wat erg! Wat heb je nou weer gedaan? Wat is er gebeurd? Ja, erg hè? Hij is helemaal verbleekt. Mijn jurkje. Zo kan ik er echt niet heen gaan. Hij is helemaal verkleurd. Oh nee, wat erg! Heb ik het dan in het verkeerde wasmiddel gewassen? Ja, hij is waarschijnlijk in het verkeerde wasmiddel gewassen. Ik kan zo echt niet mee naar de nachtmis. Nee, dat kan echt niet. Je staat zo helemaal voor gek. Ja, nee, zo kan je echt niet mee. Je moet echt thuis blijven, dan gaan wij wel met z'n drieën. Mama, nou maar gewoon Bars die gebruikt. Ja, hoe kon het zo misgaan? Voor Timothy werd het kerstfeest een ware nachtmerrie. Voorkomen is beter dan genezen. Gebruik daarom voortaan Bars die. Want wat zwart is, moet zwart blijven. Thank you.
Van harte welkom allemaal bij deze speciale kerstspecial van Tussen Kunst en Kitsch, genaamd Tussen Kunst en Kerst. Vandaag gaan we allerhande kerstvoorwerpen schatten op waarde met onze twee kunstkenners van de Snor en van de Snuffel. Zij zitten er al klaar voor en aan tafel zit natuurlijk onze vaste gast Nelleke van der Krocht. Ik ben Frits Sissing en ik wens u veel plezier bij Tussen Kunst en Kerst. Antiek uit Italië. Ongeveer 1200 euro. Hallo. Ja. Nou meid, wat heb je een mooie. Ja, dankjewel. Zeg, experts, de camera loopt. Zijn jullie er klaar voor? Natuurlijk zijn we er klaar voor. Ik ben er hartstikke klaar voor. Hebben we al zin in de kerst? Zeker. Ja, ik heb heerlijk. Dan wordt het tijd voor de eerste kandidaten, denk ik. Nou, mijn hamster was vorige week al. Ja, hamster. Ja. Oh, het erg. Heren en dames, ik zie volgens mij de eerste gast hier aankomen. Kijk hoe mooi in stijl. Dat is het symbool van kerst. De start van het kerstfeest. Hij komt hier met een heuse kerststal aan. Ik ben benieuwd of die iets waard is. Dat gaan de experts beoordelen. Komt hij maar verder. Nou, hoera. Ik heb gezien. Ja. Oh, wat mooi. Oh, zal ik even zo? Nou, wat heb je voor meegebracht? Een kerststal. Ik zie allemaal zwarma. Nou, wat een frappante vertoning hebben we hier. Nou, Is het veel waard? Nou, dat is aan de experts van de Snor en van de Snuffel om te bepalen. Even geduld, meneer. Ja, is dit wat jij in huis zou willen hebben? Nou, het lijkt me wel iets uit de Renaissance. Oh. Nou, van de Snuffel, is het wat waard of niet? Ja, dat moet ik eerst even bekijken. Want, wat is dat? Jozef ontbreekt. Ja, maar dat heeft wel invloed op de waarde van dit object. Is het dan nog wel wat waard? Nou, Maria is een single mom in deze kerststal. Is dit wat jij nog thuis zou willen hebben, Nelleke? Ik vind het een beetje albollig. Maar het doet me toch wel wat. Maar wat is er nou waard? Kom op, zeg. Ik wil geld. Maar potjandorie, ik laat me niet opdrijven. Ik zie dat Jozef ontbreekt. En dat is toch niet goed voor de waarde van dit object. Wat denk jij van de Snor? Nou, het is niet echt een object waar mijn hart sneller doet kloppen. Maar, ik schrijf toch wel misschien 10 euro bij de kringloop. 10 euro maar? 10? Doe maar 100. Ja, geen Jozef, geen geld. Yes. Heel sneu. Nou, ik vind het wel erg zielig voor die beste man, hoor. Ja, ik vond hem een beetje opvliegend. Beetje boos. Beetje te boos. Ja, dat was niet veel soeps, maar ik ben wel benieuwd wat het volgende object ons zou brengen. Die reis naar Bethlehem was ook niet in één dag gedaan. We hebben nieuwe ronde, nieuwe kans. Ik zie alweer iemand aankomen, volgens mij. Ja, komt u maar verder. Ah. Kijk, ik zie al wat. Bescheiden elementje. Ja. Ik heb dit leuke Jozefbeeldje gevonden op de parkeerplaats en ik vroeg me af of die wat waard was. Jozefbeeldje? Dat doet mij ergens aan denken. Nou, hij heeft geen neus, dat is wel weer een beetje frappant. Ja, dat is toch wel een beetje raar. Toffe peer, eigenlijk. Is het wat waard? Nou, er zit helemaal geen stal bij. Dus dat heeft wel invloed op de waarde natuurlijk. Ja, dat is wat. Nou, wat moeten we hier nou mee? Ja, Jozef zonder stal, geen geld. Nee, dat is ook waar. Ja. Jozef is wat eenzaam, mag ik wel zeggen, denk ik. Ja. Ja, wat is nou waard? Nu weet ik nog steeds niet wat het waard is. Ja. Nou, misschien 1,50 euro of zo. Ja, iemand die Jozef mist. Ja. 1,50? Dan ga ik wel weer. Zoek iemand die een man kan gebruiken. Hé, wacht eens even. Vinden jullie het niet frappant dat er een Jozef is? En geen kerststal en andersom? Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Het matcht, het hoort bij elkaar. Ja, valt nou niks meer aan te doen, jongens. Allebei zijn allebei weg al. Oh, maar ik zie je al kandidaat nummer 3. Drie keer de scheef zegt, jongens. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Het ziet er wel breekbaar uit, dames en heren. Ik ben wel benieuwd wat het is, hoor. Oh ja. Prachtig. Oh, ik zie mezelf in de weerspiegeling. Oh, wat geinig. Nou, jullie zien het. Iedereen is al onder de indruk van jullie voorwerp. Dus wat is het eigenlijk? Hoe komen jullie eraan vooral? Uit de erfenis van mijn oma. Het is een heel bijzonder voorwerp. Ja, gozertje. Gozertje. En jullie vragen jullie natuurlijk af of het wat waard is.
Ja, wat is het waard? Ja, wat is het waard? Hangt er vanaf of het van glas is of van plastic. Want als het van plastic is, dan is het een waardeloos object. Zo frappante gebeuren. Dat lijkt me wel glas. Dan moeten we het misschien wel gaan testen. Nee, dat gaan we niet. Het was dus toch van glas. En Mel, wat doe je nou? Verdorie! Oh. Je hebt het kapot gemaakt. Oh. Hoe durf je? Je hebt het kapot gemaakt. Blijf eens met je tengels overal vanaf. Hè? Ja, dit, dames en heren, dit soort dingen kunnen gebeuren. Ja, zonder scherven geen geluk. Het is nu kapot. Ja, kapot. Maar nu weten we wel dat die van glas was. En dus heel veel waard. Ja, dat kan gebeuren. Maar zo erg is het toch ook niet? Ja, snel. Niks aan je doen. Dat ben je vervelend, meis. Wat heb je gedaan, Nelleke? Het was maar een ongelukje. We liggen er eerst over. Oh, maar we hebben hier een vierde kans, want ik zie een nieuwe kandidaat aankomen met iets zeer indrukwekkends, voor zover ik het kan zien met mijn ondeskundige oog. Ja, dat is de kerstengel uit het Wassenbeeldenmuseum. Is Madame Tussauds geroofd? Ik denk het. Wat vindt u hiervan? Dit heb ik speciaal gekocht uit een veiling. Volgens mij komt het uit Madame Tussauds. Als u het uit Madame Tussauds ontvreemd heeft, dan zitten we hier in Spoorloos. Dat is een ander programma. Ik vind het een beetje een frappante bedoeling. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Nou, zoiets hebben we nog nooit gezien. Oh, wat een prachtige uitstraling. Maar ik zal me niks meer aanraken. Oh, kijk die parels. Heeft dat beeld ook functies misschien? Ja, je loopt er wel met de afstandsbediening te zwaaien, maar wat is dat eigenlijk? Misschien gewoon weggelopen van zijn tv-avondje. Nou, deze kreeg ik erbij. En als ik op het groene knopje druk, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Kijkt u maar. Gloria in excelsis Deus. Oh. Wat een vroompopje. Ik vind het wel, ik heb me bedacht. Ik vind het eigenlijk best wel origineel. Ja. Het is in ieder geval uniek, maar het lijkt me niet antiek. Het lijkt me vrij moderns, maar dan wel bijzonder. Nou, laat me die afstandsbediening eens even zien. Dankjewel. Oh, en wat doet het rode knopje? Nee, niet op het rode knopje, dat kun je niet doen. Blijf eraf, Mel. Oh. Alles fout. Nelleke, blijf er nou vanaf. Blijf er vanaf. Blijf er vanaf. Nee, stop. Stop. Ja, Nelleke. Dames en heren, dit was Tussen Kunst en Kerst. Fijne kerst allemaal. Heb je ook zo'n last van een depressief kapsel? Nee dan, Donsie. Ik heb zo'n fris in de kapsel. Ik wou dat het blond was. Geen nood, want ik heb Donsie. Daarmee maken we je haar zo blond. Is het gelukt? Nou, natuurlijk is het gelukt. Oh, met Donsie. Ik heb zo'n vreselijk kapsel en dat met kerstmis. Nou, met Donsie wordt het zo weer anders. Met Donsie? Ja, met Donsie. Is het gelukt? Natuurlijk is het gelukt. Met Donsie lukt alles. Ik loop met kerstmis helemaal verschrikt met dit knotje. Nee, toch. Daarvoor hebben we Donsie. Donsie? Hiermee verdwijnt uw knotje. Is die weg? Ja, natuurlijk is die weg. Met Donsie lukt het altijd. Ik ben net deeltje blok. En dat met kerst? Maar dat is niet nodig, dankzij Donsie. Donsie? Met Donsie is het dagdiebetje. Is het gelukt? Ja, natuurlijk is het gelukt. Donsie, voor als uw kapsel niet in model zit. Heel mooi. Dit is niet hoe je klopt. Thank you.
Welkom beste cursisten, welkom allemaal. We zijn hier vandaag bij Heel Barst Bart. En wij gaan vandaag bepalen wie van jullie de ware bakker Barst is. En dat gaan we doen door kerstproducten te maken. We denken aan kerstkransjes, we denken aan kerstkoekjes in de vorm van leuke sterretjes. Maar ook aan gevulde kalkoen en het kerstgebak. Het volledige kerstdiner komt hier op tafel. Ik ga dat hier niet alleen doen, ik ga dat doen samen met mijn fantastische assistent Jannie. Ja, Paul. En vergeet u niet wie u voor zich heeft. Ik ben de ware nestor op het gebied van de kookproducten. Mijn naam is Faunus de Flora. Oh god, Mia, zeg, ik ga even weg met die kletterbel. Zijn jullie al begonnen? Oh, je bent bezig met de worteltjes, ja. Zie ik. Maar vind jij dat nou echt kerst, zeg, die worteltjes? Rood en groen, de kleuren van kerstman, zeg. Dat is mijn moeders speciale recept. Al jaren in de familie. Heet jouw moeder Faunus de Flora? Ik dacht het niet. Nee, mijn moeder heet Clarabella Eclair. Mijn moeder heet... Jij roert niet met je gevoel, man. Jij moet dat beweging. Die beweging moet erin zitten. Leg je hart in die pan, man, zeg. Dit klopt niet met uw gevoel, man. Leg dat erin. Zit hem in de polsbeweging. God, Mia, jongen, zei jij nou aan het doen? Dat zijn gewoon groenteknikkers in een bakje. Is toch geen kerstmis, man? Ga het nou eens gewoon serieus doen wat dat geknoei, zeg. Hier, wacht ermee. Het leek hier wel een drugslaboratorium, jongens. We zijn er wel in Brabant, maar dat wil niet zeggen dat dat de spirit moet zijn voor vandaag. Leg er een beetje gevoel in, jongens. We maken kerststukjes. Verbroeder. Laat de cacao en de melk één worden. Dat is de kerstgeest, hè? Pop, Mia, nog aan dat wel echt geluk. Echt zo lekker. Die klonzen maken ze alleen maar lekkerder. Ik kan niet te wachten. Oh, nou, hebben we nog karnemelk? Want dat is het. Ga jij eens naar de tafel? Maar het ruikt die lekker, hè? Ja. Ik zal het proberen. Kijk eens wat ik in de keuken heb gevonden. Mijn kraagst is dat. Wat een catastrofe! Wat gebeurt hier? Oh nee, god, Mia, wat voel ik jullie nou? Het is helemaal verpest. Dit gaat de klonten er meer laten uitspringen. Heerlijk. Wat zegt jij nou allemaal? Wat een onzin. Wij zijn gewoon lekker aan het kokkerellen. Laat ons gewoon. Ja, maar de creativiteit is hier. Hiermee moet je echt een excuus voor al die onzin. Er komen belletjes in. Wat is dat nou geslagen room? Dat is een hartig product. Dat er iemand geslagen moet worden, zei jij dan, man. Het is van mijn moeder. Wat is nou van uw moeder? Ik ben Faunus de Flora. Ik zeg jou hoe het moet, ja? Het is speciaal, het is van familie. Echt, ja, echt nieuw. Meid, ik weet. Alles van mij is goed. Wat gebeurt hier? Meid, wat doe je nu nog? Wacht, wat is dat nou weer voor onzin? Iedereen onder de show. Mama, het is helemaal onder. Wat is dat nou weer als echt? Dit kan niet de bedoeling zijn, hè? Chocoladevlaag, is dat nou de kerstfeest? Wie is hier verantwoordelijk voor? Ik kon er niks aan doen. Meisje, je stelt mij diep teleur. Ach, god, Mia, wat een troep nou toch weer, zeg. En dan mag ik het zelf nog ergens, zeg. Meneer Faunus, heb ik het goed gedaan? Faunus de Flora, graag. Wat wil je weten, mannetje? Ik heb een grote soort gedaan. Laten we even kijken, wat is er zo? Wat heb jij er nou weer van gebrouwen, zeg? Maar dat is heel leuk gedaan, dat is heel goed gedaan, maar dat is veel te waterig. Nee, je kijkt er zo dwars doorheen, dat is net aan met uw persoonlijkheid. Ligt veel te diep, ligt veel te weinig in. Is veel te dun. Wil jij nog wat slagroom? Sorry. Niet met de concurrentie, dat is alleen kans. Okay. Nou doe jij een zeer goede zet, mannetje, want het was veel te water. Het is een simpele. Meneer de Fauna, ik heb een probleem. Het was heel veel wat papier, hoor. En herbs en spices, we hebben herbs en spices. Het is meneer de Flora, verwacht u mij alstublieft niet met mijn broer, zeg. Wat niet aan, wat een frappante gast is dat, zeg. Nou, sorry, maar ik krijg je niet goed opgeklopt. Maar u zit ook helemaal verkeerd met de thee.
De thee wil hier dominantie. Dus aanvaard de dominantie. En wees ondergeschikt naar de thee. Zeg, meneer de fauna, klappen onze verhoudingen, want we hadden wel een beetje papier erin gedaan, maar... Oh, zo lekker. Wil je een stukje proeven zo? Er ontbreekt nog te veel papier. Er moet nog veel meer papier in. Oké. Dekker. Ja. Zou ik de papier mogen? Anders krijgt het geen massa. Ja. Met papier. Meer. Dit is Oscar en mij. En hoor jij daarbij? Nee. Meer dit om. Dit is meer. Meneer Rona, ik heb... Hoe noemde jij mij nou, man? Ik ben Faunus de Flora, de nestor van alle kookgebieden. Nou, laat zien, kijk daar. Dat kan toch niet zo, man? God, Mia, dat is toch geen kerstmis? Daar wordt toch niemand vrolijk van? Wauw. Dit heb ik uit de beker van meneer Fauna gehaald. Oeh. Dit is van het lunchpakketje van meneer Fauna. Oké. Lekker. Hallo. Nog een snufje tabak erin. Zo. 1, 2. Niet maar. Oh, niet lekker op mij alsjeblieft. Valt in de smaak? Ja, ik vind het echt heerlijk. Dat is fijn. We zijn een topteam. High five. Yes. Nou, Jannie is helemaal de weg kwijt door dat middeltje van jullie lamedronken. Was de idolaat van onze taart? Zij, god, Mia, wat een vreselijke smaak, zeg. Dat kunnen we toch niet maken. Pardon? Nou, ik word er helemaal stoond van, man. Dan werkt hij dus. Dan werkt hij, high five, yeah. Nou, god, Mia, waar is die klengel dan alweer? Daar is die geweest, ik weet niet wat dat is geweest. Beste cursisten, het moment is aangebroken dat we de producten in de oven gaan zetten. Sta op! Geef niet applaudisseren, sta op, man! Staatje pratsers! Zorg dat je goed in het midden staat, hè? De lucht moet van beide kanten, de lucht draagt van achter. Zeer goed lucht. Ja, mooie producten. Wat een prachtige kerstdag. Dat was dat. Ik heb wel benieuwd, Jannie, wat de pratsers ervan gemaakt hebben. Dat was niet veel gelogen, dat moet wel zeggen, maar ze hebben hun best gedaan. Dit mannetje heeft toch wel erg zijn best gedaan, dat kun je wel zeggen. Maar ja, je hebt goed je best gedaan, ja. Maar wat er hier dan wel moet komen, ja, dat weet je nooit, hè. Nee. Je weet ook nooit wat de oven er nog mee doet. Kan opeens nog allemaal mislukken, kan allemaal gered worden, je weet het nooit. Even praten over jouw werk. Hoe vond jij de cursus? Hoe heb je het nou ervaren als geheel? Heel mooi. Heb je het gevoel dat wij jou verrijkt hebben, dat het door ons nou een betere kerst komt? Yes. Ja, want kerst wordt mooier bij Faunus de Flora. Dat kunnen jij beamen. Alles brandt aan! Wat god, ja, wat is er aan de hand? Alles brandt aan, zeg god! Je moet wapperen met z'n allen, zeg. Sneller. Het ergste is achter de rug. Het ergste is achter de rug. Ga allemaal weer zitten. De wolk is grotendeels weg. Het is tijd voor jullie creaties. Er is toch nog iets uitgekomen. Ik hoop dat we er flink groot gaan worden. Het wordt een hele bijzondere kerk met deze PvK. Donsie voor als uw kapsel niet in model zit. Ik ben benieuwd wat het wordt. Geen nood, want ik heb Donsie. Zou het geluk zijn? Ik wil niet langer aangezien worden als Madonna. Geen nood, want ik heb Donsie. Is het gelukt? Ik ben benieuwd hoe het
het wordt, want ik haat dit haar. Geen nood, want ik heb Donsie. Huh? Ik wil een heel kapsel bij Donsie. Geen nood, want ik heb Donsie. Dat is heel vet. Ik voel me net een Barbiepop met het kapsel. Weg met het kapsel. Geen nood, want ik heb Donsie. Is het gewerkt? Ik ben helemaal zat met deze vieze lelijke kapsel. Geen nood, want ik heb Donsie. Wat is er nou weer gebeurd? Dit is een goeie. Ik wou dat ik blond was. Geen nood, want ik heb Donsie. Wat is er gebeurd? Ik heb het verschrikkelijkste kapsel dat er is. Ik wou dat ik een flap had. Geen nood, want ik heb Donsie. Donsie voor als uw kapsel niet in model zit. We zijn vandaag te gast in huize Smulders Gubadolina. Alwaar de diva des huizes, mevrouw Tina Gubadolina zelf, haar jaarlijkse kerstrecital ten gehoor brengt voor een kleine uitgelezen kring van genodigden. Bijzonder is dit jaar de vertolking van het o zo bekende Stille Nacht in het Oekraïens. Met aan de piano de wereldberoemde pianist uit Hengelo, maestro Evander Eysink. Oh, dankjewel. Oh, dankjewel. En wat vonden jullie ervan? Prachtig. Dat is echt heel knap. Iedereen leert het zo snel, hè? Als ik. Ik vond het een eer om voor jullie te mogen zingen. Ja. Goed, ik ben gewoon een beetje net dat natuurtalentje. Wauw. Ik ben begeleid. Zo romantisch. Hoe lang heb je dat al gedaan? Ja, ook heel erg. Ook heel goed dingen. Nee, ja. Weet je, ik kan dat gewoon. Ik leer zonder en ik haal 10. Jammer dat je man je niet begeleidt. Het zou zo romantisch zijn. Ha, mijn man? Die is zo muzikaal als een tandenborstel. Dan moet hij tandarts worden. Tandarts? Hij weet niet eens wat dat is, joh. Tuurlijk weet ik wel wat tandarts is. Tina, wat zie je er ook nog beeldig uit? Oh, dankjewel. Ja, ik heb wel gevoel voor mode. Maar als er iemand geen smaak heeft, is het mijn man wel. Die kleedt zich altijd zo vreemd. Ja, hoe moet je dan? Ja, dat vind ik gedurfd. Was mijn man maar zo gedurfd. Hij weet niet eens wat een wasmachine is. Ik moet alles alleen doen. Dat is helemaal niet waar. Ik weet echt wat de machine is. Ik doe heel veel van het huishouden. Jij doet niks. Jij zit alleen maar altijd te zingen. Ik zit altijd die domme liedjes uit je hoofd te leren. Ik doe alles in huis. Wat snoezig als ze zo boos doen. Ja. Gebruik voortaan Barstie. Moorddadig zacht. Ik sta hier naast het panel van vandaag en ik ga ze aan u voorstellen. Ik sta hiernaast. Evelien Donsie.
En dat mag gezegd worden, wat een donzig kapseltje. Nou, bedankt. En daarnaast hebben we... Nou, mijn naam is Kluivert. Kluivert Rasta. Een zonnebankje zou geen kwaad kunnen, Kluivert. Ja. Welkom, Hart. Dank u. Welkom, Kluivert. En dan, wie hebben we hiernaast? Ja, Hanka Hopjes natuurlijk. Van harte welkom, Hanka. Je bent al vaker van de partij geweest. Ja, natuurlijk. Het wordt een feest vandaag met jullie allemaal. En vandaag wordt het ook nog een kerstfeest. Ik wens jullie heel veel succes. We staan voor een lege Rembrandtzaal, dus jullie krijgen van mij een corona-proof applausje. Dan is het nu tijd aan de personages van vanavond. Streed naar voren! Mijn naam is de Kerstman. 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 We hebben hier een genderneutraal groepje kerstmannen. Maar wie is de ware baardmans? Dat gaat ons panel bepalen. Het wordt tijd om aan de jury te vragen wat hun eerste indruk is van de kerstmannen. Heeft het panel al een idee wie de ware kerstman is puur op basis van uiterlijk? Tja. Heb jij al een idee, Evelien? Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het is altijd moeilijk. Denkt u met ons mee bij u thuis? Heb jij al een idee? Ja, ik heb zo mijn vermoedens, maar ik durf er niks over te zeggen, nee. Evelien, of je er klaar voor bent of niet, jij mag de spits afbijten. Heb je een vraag? Ja, ik heb een hele goede vraag. En voor wie is de vraag? Voor kerstman nummer 1. Kerstman nummer 1. En wat is jouw vraag, Evelien? Nou, wie is uw favoriete rendier? Dat is Rudolfius van Steinenberg. Nou, dan weet ik nu al genoeg. En dan is het aan jou, Kluivert. Oeh, spannend. Ho, 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 de volgende vraag. Het is al spannend. Die gaat toch naar kerstman nummer 3. Ja. Kerstman nummer 3. Het is heus. Kerstman nummer 3. Wat is nou het leukste aan jouw vak? Dat ik kopjes thee kan drinken met de elfjes. Ja, niet waar ik op gehoopt had, maar goeie met de riemen die je hebt, hè. Dan gaan we naar Hanka. Jij hebt vast ook een vraag. Ja, natuurlijk heb ik een vraag. Voor wie is hij? Voor kerstman nummer 2. Kerstman nummer 2. Hoe vaak kamt u uw baard? Hoe vaak kamt u een baard? Een vraag over de persoonlijke hygiëne. Ik kam mijn baard nooit, dan blijft hij lekker pleuzig. Heeft de eerste ronde helderheid geschapen? Nee. U weet het nog niet? Nee. Oh, ik ben zeker van mijn antwoord. Oh, kijk eens even. Anderen weten het al zeker. Ja, ik weet het natuurlijk niet, hè. Daarom is het nu tijd voor ronde nummer 2. Evelien, ik ben weer terug bij jou. Ja, ik heb een topvraag nu. En voor wie is die? Voor kerstman nummer 3. Kerstman nummer 3. Wat is je vraag, Evelien? Waarom is uw kerstpak zo prachtig rood? Omdat ik het was in Bastien. Ai, dat was reclame op de publieke omroep. We gaan snel door met jou, Kluivert. Wat fijn, wat fijn. Tegenwoordig praat Kluivert alleen nog maar in rijm. Hoe gaat dit rijmpje voort? Het is ongehoord. Wat zal het zijn, wat zal het zijn? Is het wel fijn om een kerstman te zijn? En voor wie is deze vraag? Kerstman nummer 2. Kerstman nummer 2 heeft een mooi antwoord op dit rijm. Het is super fijn om een kerstman te zijn. Het is het beste beroep van de hele wereld. Kerstman nummer 2 heeft nooit last van najaarsdepressies. Weet u genoeg, Kluivert? Ik begrijp het al. Maar kerstman nummer 2, doe de volgende keer niet zo mal. Dan gaat de vraag nu naar Hanka. Ja, natuurlijk, hè. Ja, ik had de vraag van kerstman nummer 1. Kerstman nummer 1 krijgt nog een vraag. Ja, hoe krijgt u de krullen zo mooi van uw pruik? Een vraag over uw kapsel. Dit is geen pruik. Dit is allemaal het resultaat van dansen. Ja, ik ben er natuurlijk wel van overtuigd dat de echte kerstman is nu, hè. Kijk, vraag 3 heeft duidelijkheid gezet. Nee, dat was het niet. Dat was het niet. Nee, ga weg! Alsjeblieft. Ga gewoon weg! Ga weg! Dan is nu het woord wederom aan het panel, maar nu moeten zij ook definitief de knoop doorhakken. Wie van de kerstmannen en vrouwen om mij is de ware baardmans? Evelien, heb jij je keuze klaar? Ja. Wie is het voor jou? Voor mij is het
Kerstman nummer 1. Kerstman nummer 1 is ook jouw nummer 1. En waarom? Ja, nou, dat is gewoon het gevoel, het echte kerstgevoel. Hij wist ook gelijk. En Hanka, dan is nu het woord aan jou. Ja, mijn keus gaat er echt naar kerstman nummer 3, hè. Kerstman nummer 3. Een stem voor kerstman nummer 3. Dat betekent dat maar één van jullie gelijk kan hebben, of misschien wel geen. En dan gaat het nu onthuld worden, dames en heren. Wie is de ware kerstman? Wil de ware kerstman nu gaan bellen? Geen van de panelleden had het dus goed. Ja, dat is treurig, hè? Ja, maar het waren natuurlijk drie hele goede kerstmannen, maar er was er maar eentje, de echte. Jullie hebben het niet kunnen achterhalen wie. Ja, dat vind ik heel erg treurig. Ik wist zeker dat het goed had. Het betekent zonder prijs naar huis voor jullie. Nou ja, tenminste heeft hij niet gewonnen. Dan wens ik iedereen thuis een heel fijne kerst. En tot gauw bij Wie van de Drie. Zit jij nou in mijn kaarten te gluren, jongeman? Ik zou niet durven. Mooi zo, want dat wordt niet geaccepteerd in dit gezin. Voed je kinderen op, liefste. Dat zal ik doen. Ik heb geen zin in het kaartspel. Ik speel liever met deze pop. Ik zou ook wel met de pop willen spelen. Maar dat mag niet van papa en mama. Ik moet met de kaarten spelen. Ik vind kaartspelen leuk. Dat is mijn hobby. Oh, wat spannend. De laatste kaart komt bij mij in zicht, hoor. Denk maar niet dat jullie vaders verslaan. Hey, wel rustig aan. Eens kijken wie er aan de winnende hand is. Oh, nee, zusje. Nee, jij mag niet meedoen. Bemoei je er niet mee. Doe eens lief voor je zusje, jongeman. Zeker op kerstavond. Ik kan hier echt van genieten. Het is gezellig. Op een dag als deze. Zeker met al deze kinderliefde. Zeker weten, je hebt helemaal gelijk. Het zijn stuk voor stuk geschenken. Ik heb genoeg van dit kaartspel. Ik ben aan het verliezen. Ik ben ook aan de verliezende hand. Ik hou ermee op. Vader wil alleen maar winnen. Ach ja, competitie zit nu eenmaal in de genen, nietwaar? Ik wil wel doorgaan met het spel. Ik vind het wel leuk. Maar de meeste stemmen gelden, kleine meid. En mijn stem telt weer niet mee. Maar jongens, is jullie niets opgevallen? Tuur eens boven op de kerstboom. Daar mist iets volgens mij. Ik zie het niet. Moeders staat ervoor. Het zal ook eens niet, hè, liefste. Nou zeg, ik ga wel opzij, hoor. Oh, nu zie ik het ook. De kerstboom mist een piek. Dan moeten we daar maar snel iets aan gaan doen, kleine man. Hoe kon ik zo dom zijn? Ik ben de piek vergeten. Maar vader denkt aan alles, hoor. Ik heb een piek gekocht. Oh, vader, laat mij die piek zien. Nou, jongens. Ta-ta-ta-ta. Is hij mooi of niet? Dus daar gaat ons geld aan op. Ik vind de piek wel mooi. Je hebt hem nog niet eens op zijn best gezien. Op de boom komt hij straks prachtig uit. Wie mag hem eigenlijk op de boom zetten? Daar moeten we voor gaan loten. Ik zou het wel willen, maar ja, dat mag weer niet. Ik ga mijn handen niet branden aan deze moeilijke keuze. Dan moeten wij gaan loten. Nou, let op allemaal. Ik neem een getal in mijn hoofd onder de 10. En nu mogen jullie raden. Dan neem ik 6. 5. 8. Ik neem 2 als hij nog over is. Ik kan jullie verklappen, 1 van jullie heeft het goed. Nu wordt het wel heel spannend. Ben ik het, vader? Ben ik het, vader? Ben ik het, vader? Ben ik het, vader? Ja, jongens, het is Tikkertje. En jij bent hem. Nee hoor, dat was een grapje. Jij mag de piek op de boom zetten. Alsjeblieft, jongen. Dank u wel, vader. Dan wordt het nu tijd dat hij op de boom komt. Ga je gang. Nou, als dat moet lukken, weet ik het niet meer. Ik heb er wel zin in. Alleen, ik ben niet lang genoeg. Ik heb een stoel nodig. Nou, zet je stoel dan bij de boom.
Wij komen wel kijken. Ik kom even bij jou staan, liefste. Ik vind dit een mooi familiemoment. Nou, daar ga ik. Ik zet nu de piek op de boom. Oh nee! Oh. Pas toch op, zoon! Oh, als dat maar goed gaat. Een mooie piek is de kroon op ieder kerstfeest. Dat is toch wel een risicootje waard? Ik zei toch dat het niks ging worden? Ik houd me hart vast. Wat heb ik gedaan? Het hele kerstfeest naar de maan. Je mag nu wel het huis uitgaan. Maar de piek, die zit er nog op. Dan heeft hij zijn taak toch goed volbracht. Oh, maar dan heb ik nog niet het hele kerstfeest geruineerd. Dan moeten wij een liedje zingen. Inderdaad, dat is de beste manier voor vergeving. Daar gaan we, jongens. 3, 2, 1. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon. Ik heb je laatst in het bos zien staan. Toen zaten er geen kaarsjes aan. O denneboom, o denneboom, wat zijn je takken wonderschoon.